Hey, hallo en welkom jongens. Wat leuk dat jullie er weer zijn. We staan vandaag weer in het prachtige Contentveen op de Grote Brug hier. Ik stond even te kijken naar de prachtige bank daar, want daar hebben wij vorige aflevering... Wie is dat? Is dat Justin? Nee, dat is niet Justin. Wie is dat? Huh? Jongens, kijk dit nou. Daar loopt hij. Wie is dat? Hallo. Wacht, ik ga naar hem toe. Jongens, welkom bij de video. Vergeet zeker even niet te liken. Bla bla bla, je kent het riedeltje. We zien gelijk iemand lopen. Wie is dat? Waar is hij nou? Hij ging volgens mij de bank in, of niet? Ging hij de bank in? Ik weet het niet. Ik kon het net niet zien. Ik kon niet zien waar hij heen liep. Volgens mij is hij de bank in. Ga, laten we even snel kijken. Oh, misschien is het wel de nieuwe burgemeester. Ja, dat was hem volgens mij, jongens. Ik herkende hem van het schilderij. Oh, dan gaan we hem ontmoeten, jongens. Want ik ben koning. Er kan helemaal geen burgemeester zijn in de stad. Dat is helemaal niet mogelijk om dat te doen, natuurlijk. Dat kunnen we niet. Hallo! Hallo, Fred. Ben jij dat? Hallo? Oh, daar ben je... Oh, mijn god, Fred. Wat heb je gedaan? Fred, wat heb je gedaan? Wat heb je met het schilderij gedaan? Je hebt er overheen geschilderd. Ja, ik was toe aan verandering. Waarom heb je er maar eentje gedaan? Dat is toch gewoon een normaal varken? Ja, dat nog niet aan toegekomen. Oh, nog niet aan toegekomen. Hey, leuk dat je hier bent. Ik ga even de burgemeester... Nee, hallo. Wat is er? Heb je een afspraak? Voor? De burgemeester. Nee, ik ben de koning. Heb ik een afspraak nodig? Natuurlijk, dit is mijn nieuwe baan. Receptionist van de koning. Waar burgemeester. Oh, ik had het zeggen. Maar je werkt toch als rechter? Ook. En als receptionist ook. Bij de En als... Ook. Oh, wauw. Oké, okay, dus je hebt meerdere banen. En je bent ook nog een schilder bij geworden. Goed gelukt, hè? Ja, hij is wel mooi. Alleen, hij ziet er wel wat anders uit. Ik weet het niet. Maar hij is wel mooi. Ik bedoel... Dit schilderij wil ik ook hebben. Kan je deze ook aan mij geven? Die wil ik in mijn dinges ophangen. In mijn kasteel. Dat kan. Ja? Ja. Maar ik wil graag een afspraak maken om met de burgemeester te ontmoeten. Ik zou even kijken wanneer er tijd is. Ja, ga jij maar eens de agenda kijken. Oh, wat? Oké. Okay. Ja, nee, doe je ding. Doe vooral je ding. Blijf lekker. Ja, nee. Mm-hmm. Ik snap hem. Ga door. Lukt het? Ja. Je bent druk aan het typen zo te zien. Oh, en waarom kan je alles op één computer doen? Het moet nog gelinkt worden. Oh, ik snap hem wel. Oké. Okay. Oké, okay, er is plek om volgende week maandag om 9 uur. Hij staat erin. Volgende week maandag, Fred. Het is letterlijk dinsdag op het moment. Dat betekent... Nee. Wil je een andere afspraak maken? Ja, ja. Een andere graag. Een spoedafspraak? Graag. Een spoedafspraak. Ik wil een spoedafspraak met de burgemeester. Dat kan. Oké, okay, doe maar. Maar niet hier. Waar dan? Waar kan die moet dan? Je maken bij de rechtbank. Waarom daar? Omdat dat om de spoedzaken gaat. Nou, weet je. Ik ga naar de rechtbank en ik ga een spoedafspraak maken, oké? Okay? Ik ga verder. Ja, ga jij verder maar met je werk. Kijk, Fred, lekker werk hier, jongens. Nou, laten wij even naar de rechtbank gaan. Want ik wil die burgemeester ontmoeten. Ik bedoel, we hebben helemaal geen burgemeester nodig in de stad. Als er een koning is. Ik bedoel, dat is toch raar? Dat klopt toch helemaal niet? Weet je, laten we naar de rechtbank gaan. En dan lossen we het op met een spoedafspraak. Nou, jongens, daar zijn we dan bij de rechtbank. Even kijken. Waarschijnlijk is het de receptionist hier natuurlijk die gewone... dit meen je. Hoe ben jij hier sneller dan ik? En waarom heb je pakken en zo? Hallo, kan ik je helpen? Fred, waarom doe je dit? Ik wil een spoedafspraak maken. En waarom ben jij hier? Jij werkt toch daar? Ook. Maar hoe ben jij hier zo snel gekomen? Ondergronds. Zijn er ondergrondse tunnels? Misschien. Oh mijn god, en jij hebt ook een snel pak. Weet je, maakt niet uit. Ik heb zoveel vragen, maar die gaat toch niet beantwoord worden. Ik wil graag een spoedafspraak maken met de burgemeester. Dat kan. Dat kan. Dat doe maar dan. Oké, gemaakt. En nu? Nu. Nou, nu moet je naar de pizzeria. Nee, nou moet je naar de burgemeester. Dit was het gewoon. Waarom moest ik dat hier doen? Waarom kon het niet gewoon daar, Fred? Je had daar een computer staan, hier heb je niks. Ander scherm. Je hebt hier een eerste scherm. Nee, in mijn hoofd. Oh mijn god, echt waar, vreselijk. Ik ga nu naar de burgemeester gaan ontmoeten, oké? Okay? Ik wens u heel veel plezier en succes. Okay, volgende keer. Als ik je daar zie, word ik echt boos. Ik ook. Ja, dan wordt hij ook boos, dat is apart. Oké, okay, jongens, laten we weer teruggaan naar de bank. En hopen dat we daar eindelijk een keer de burgemeester kunnen spreken. Zo, daar zijn we weer. Trappetje omhoog, jongens. Gewoon dezelfde route natuurlijk. Hoppakee. 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 Ah, het is niet te geloven. Je bent hier alweer. Hey, hallo. Hallo. Een afspraak? Ja, natuurlijk heb ik een afspraak. Die heb ik net bij jou gemaakt. Ik zal even kijken. Oh, waarom moet je kijken? Oh, wat is dit frustrerend, jongens. Jullie willen het niet weten. Wat is dit frustrerend? Ik zie het. Ja. Een spoedafspraak. Een spoedafspraak. Met de burgemeester. U kunt in het kantoor plaatsnemen. Of ja, okay. Even wachten. Een bekertje water pakken. En dan ziet de burgemeester u zo. Okay. Hij heeft lunchpauze. Oh, top. Dankjewel. Dag Fred. Dag. Mooi schilderij nog steeds. Dank je.
Nou jongens, laten we even wachten. Is hier iets veranderd? Ja, dit is veranderd. Wat is dit? Constructie. Oh, dus er komt er nog een verdieping bovenop, denk ik. Of een verdieping daar. Maar ja, dit zit tegen de muur aan. Dit is het kantoor. Kijk, die man zag ik lopen net. Ik weet het zeker. Neem hier even een... Ja, hoe kan ik hier water uithalen? Hoe werkt dit? Hoe werkt dit? Hé, hey, daar is hij. Daar is hij. Ik zag hem. Wat doet hij? Wat is hij aan het doen? Hij was met Fred aan het praten. Weet je, we wachten in zijn kantoor. We gaan hier wachten even. Naar zijn mooie schilderij kijken. Dit is... Ik wil weten hoe dat kind heet. Ik wil weten hoe hij heet. En ik wil weten wie dit is. Is dat zijn vrouw? Is dat zijn dochter? Wat is het? En wie... Oh mijn god, daar is hij. Hij komt eraan, jongens. Ik ga eindelijk de burgemeester ontmoeten. En waarom? Sinds wie heeft hem burgemeester benoemd? Wie heeft hem benoemd tot burgemeester? Oh, hij is tegen Fred dingen aan het zeggen. Volgens mij moeten daar bloemetjes nog in of zo. Ze zijn leeg. Dat vindt hij niet tof. Of ik snap het niet. Hij is heel boos. Heel uitbundig. Oh, hij heeft hem gezien. Oh, jij heeft hem gezien. Oh, jee. Oh, daar komt hij aan. Hallo. Een hele goede dag. Hallo. Hallo. Hallo, ik zou mezelf even voorstellen. Mijn naam is Florian de Grote. Florian de Grote, hallo. Ik ben Max de ook Grote. Dat is toevallig. Ken ik ergens van? Nee, volgens mij niet. Geen familie van elkaar, toch? Hoe heet u nou? Florian. Oh, Florian de Grote. Hallo, Florian. Ja, ik had een spoedafspraak met jou. Ja, klopt, ja. Ik heb ten eerste een paar vragen. Kunt u uw computer misschien even dichtklappen of wegschermen, anders kan ik u niet zien. Dat zou mogelijk moeten zijn. Even kijken. Zo. Ja, top, dankjewel. Hey, goeiedag. Ik heb een paar vragen. Ik ben de koning in deze stad. Ik woon in dat mega grote kasteel wat zeg maar hiernaast staat. Ja, dat stond. Ja, u verwachtte ik al, ja. Ja, hoezo u verwachtte mij? Ik had een afspraak moeten maken en dan kon ik niet eens een normale afspraak maken. Klopt, ja. Ja. Hoezo verwacht jij mij dan? Dat kan dat toch helemaal niet? Ik ben moe. Oké. Okay. Hey, ik zie dat u een mooi schilderij van uw familie heeft daar. Ja, dank u wel. Hoe heet uw kinderen en of vrouw? Dat vind ik een rare vraag. Hoezo? Dat is gewoon benieuwd. Ik ben oprecht gewoon vooral benieuwd naar dat zoontje daarnaast. Waarom? Ja, ik weet het niet. Ik wil gewoon graag weten hoe die heet. Oh, ik vind het nog wel frappant, moet ik zeggen. Ja, weet je wat ik frappant vind? Nou? Dat jij hier ineens burgemeester bent. Ja, maar hoe is dat gebeurd? Nou ja, ik ben verhuisd. Ja, maar we hebben een koning in de stad. Waar heb je toch helemaal geen burgemeester? Dat klopt toch helemaal niet? Koning. Oh, wacht. Wat? Oh, wat is er aan de hand? Wat gaat hij doen? Hij is weer met Fred aan het communiceren. Ik snap hem niet. Die Florian de Grote, jongens. En er ligt nog steeds troep in zijn kantoor overal. Kijk, ik dacht het al. Wat? U bent de koning. U kwam het modder- of olieprobleem oplossen, wat het ook is. Hoezo? Ik zeg kwam mij duidelijkheid geven over dit in mijn kantoor. Ik wil het gewoon niet hebben, toch? Wat? Waar heb je het over? Waar heb je het over? Dit. Wat is dit? Ja, is het modder, olie? Wat is het? Olie noem je het? Is het olie? Nou, wat is het anders? Ja, weet ik niet. Vieze ik olievlekken. Gadverdamme. Vieze olievlekken zijn het volgens jou. Ja. Mijn kind was hier bijna overheen gegleden, ja? Ja, dat kan, hoezo moet ik dat opruimen? Dat ga ik toch niet opruimen? Dat is u bent toch de koning? Dan weet u toch van de problemen af? Nee, dan ben jij met de burgemeester. Jij denkt aan de burgers en het kind van jou is een burger. Dat klopt, ja. De arme Florian junior. Florian junior? En hoe heb je naar jezelf vernoemd? Natuurlijk. Ik kan dat niet uitroeien. Dat vonden Elisabeth en ik een hartstikke goed oplossing. Oh mijn god, oké. Okay. Hey, ik heb nog een paar vragen. Ik ook. Oh, wie gaat er eerst? Weet je, loop anders maar even een stukje met me mee. Ik heb een paar vragen. Dit is mijn pand. Loop u maar een stukje met me mee. Nee, dit is mijn stad. Loop jij maar even een stukje met me mee. Ik zal eens even de rondleiding geven. Nee. We beginnen in mijn kantoor. Ik heb dit zelf gebouwd. Dat is helemaal niet waar. Nee, het kantoor alleen. Heeft mijn assistent ingericht. Ja, ik heb het gebouw gemaakt. Fred, heeft u hem al eens gesproken? Ja, dat ken ik wel altijd. Wat een schat van een robot. Niet normaal. Laten zien. Nou ja, we staan er al, hè? Weet je, loop even bij me mee, dan laat ik even de stad zien. Nee. Hoezo niet? Omdat ik eigenlijk nog wat handtekeningen moet zetten voor de nieuwe wetten en regels hier in de stad. Ja, dat is dus mijn vraag. Wat ga jij hier doen? Wat kom jij hier doen als burgemeester? Wat zijn jouw intenties? Nou goed, ik heb een aardig groot wetboek voor elkaar gemaakt. Ten eerste... Oh, ja? Ben ik al niet tevreden met mijn kantoor. Veel Hoezo te weinig niet? Ruimte, veel te weinig chic. Veel te... Maar... Ik had om tulpen gevraagd, weet je wel. Overal tulpen. Overal zijn die bloempotten nog leeg. Ik snap er niks hier van. Je hebt een tulp hier. Wat klaag je nou? Kijk eens achter je. Er staat nog een bloempot leeg. Er moet nog een tulpen. Kijk eens hier. Nog een bloempot leeg. Weet je, daar klopt gewoon helemaal niks van. Dus wat is de bedoeling? De tulperboer is niet langs geweest.
Dus, nu wat? Nu heb ik een nieuw kantoor aangevraagd. Ik heb mezelf een goedkeuring gegeven. Er komt bovenop nog een verdieping. Maar, kantoor voor mij alleen. Er komt hier alleen maar kantoorpanden met laptops en alles. Dus dan gaat dit weg. Je hebt kijk eens. Kijk hier. Leeg. En hier. Je staat hier in zijn bloempot. Ik snap het, Florian. Maar je kan... Oh mijn god, weet je, het zal wel prima. Je bent burgemeester. Ik ga er maar gewoon mee. Ik kan er wel tegen ingaan, maar... Ja. Zolang je maar mij niet in de weg loopt als koning zijnde... En wat? Ja, dat je mij niet in de weg gaat lopen. Nee, natuurlijk niet. Nee, daarom. En dan loop ik jou ook niet in de weg, oké? Zolang er maar niet in één keer veranderingen... Laten we dat niet meer doen, nee. Nee, laten we dat niet doen, maar zolang er maar niet in één keer veranderingen... Zolang er maar niet in één mijn olie moet wel weg. Je olie, weet je? Ik haal je olie weg uit... Dat is, dat is goed, dan ga ik alles ook... Praat nou niet door mij heen! Jij praat er mij heen! Nee, jij praat er mij heen! Ik haal je olieprobleem weg hier. Zo, hoppakee. Hier zie je, olieprobleem bijna opgelost. Wat is die dingen zie je, die neem ik ook mee. Zo, hoppakee. Dan kan je het zelf nog even napoetsen, maar ik heb je olieprobleem opgelost. Dankjewel, ik hoop niet dat ik het verder zie. Ik moet echt verder. Ga jij verder met je werk? Prima, ik vind het allemaal prima, oké? Oh, wacht. Ik moet u nog wat laten zien. Oh, nou, laten zien. Hé, Fred is weg. Wat is Fred aan het doen? Tulpen zoeken. Tulpen zoeken, oké. Wat wil je laten zien? Trouwens. Ja? Waar is dit schilderij? Ja, die heeft Fred ooit gestolen. Dat meen je niet. Ik meen het toch. Aha. Wat? Niks. Moet u nou eens kijken hoe mooi. Dit heb ik gebouwd. Ik wilde het toch even laten zien. Ja, maar ik heb dit letterlijk in elkaar... Dit heb ik gebouwd. Oh, Fred neemt altijd nieuwe werknemers aan. Ik weet niet wat het is. Werkt hij hier ook al? Ja, hij was vroeger de eigenaar van de bank. Ja, dat wist ik. Oh, goeiedag. Wat is meneer Wek Steve hier? naar mijn weten was dit Inno. Maar ja. Maar ik moet er vandoor gaan. Ik heb nog drukke planning en zo. Ik als koning en leider van dit land natuurlijk. Ja, ik als burgemeester van dit land ook. Nee, maar daarom ga ik wel verder met mijn taken. Je weet dat de rang... Ik moet verder. Hou op! Je weet... Oké, loop maar gewoon weg. Ik ben druk. Ik zal mijn handtekeningen zetten. Ja, ik heb nog veel dingen die ik moet bouwen. Heb je trouwens deze lobby al wel eens gezien? Ja, die heb ik ook gebouwd. Dag, burgemeester. Ik nog één ding. Nou? Ik ben niet eens mijn nummer 46. Die laat ik veranderen in het wetboek. Nou wat? 1. Nee, 1 is het kasteel al. 0-1 dan. Weet je, meneer de burgemeester, dat gaat niet gebeuren. Daarvoor moet je bij mij komen als je klachten hebt. Kan je altijd met mijn assistent afspreken. Ja, en dan kunt u met mijn assistent afspreken als u weer een klacht hebt over mij. Als ik een klacht in en over u. En als daar weer een klacht over komt, dan kunt u met mijn afspraak maken. En dan kan Fred dat inderdaad fixen. En daarna zullen we... Daarna, trouwens, de straten in het oude gedeelte moeten nog. Ja, dat ga ik doen. Dat ga ik niet doen. Ik ben veel te oud. Ja, ik denk dat je binnenkort dood bent. Ik maak wel een plekje voor je vrij hebt naar de begraafplaats. Nou jongens, kennis gemaakt met de burgemeester. En ik voel een soort spanning tussen wie er meer, hoe noem je dat, macht heeft in deze stad. En als hij durft mijn macht te overtroeven met zijn burgemeestermacht, dan jongens, dan komt er een oorlog tussen ons twee. Dan gaat er echt een burgeroorlog, weet ik hoe je het wil noemen, komen tussen ons. En dat is niet de bedoeling. Maar goed jongens, voor nu even genoeg met de burgemeester en met Fred en zo. We zijn bij onze takenmuur beland, want we gaan een taakje uitvoeren. En volgens mij was het vorige aflevering of die aflevering daarvoor, heb ik geklaag gekregen over de... Tolbrug bouwen, boerengebied, die is er nog niet. En het moet wel gebeuren, want er was zelfs een car gecrashed van Martin en Jan. Dus ik denk dat dat echt wel prioriteit heeft. Want ik was vorige keer natuurlijk daarmee begonnen. En ik heb heel veel leuke reacties gekregen over het plein buiten de poort. Mensen zeiden namelijk, Max, in plaats van dat je nou heel veel kraampjes kan bouwen, kan je ook een soort van stallen bouwen waar mensen hun paarden kunnen neerzetten en waar karren neergezet kunnen worden, zodat ze niet met hun paard de stad in hoeven, weet je. Dan hier gewoon een soort overdekte schuine stal die helemaal hierheen loopt, als dit. En dan zie je de muren nog doorheen. Ja, dat gaan we doen, jongens. Met allemaal paarden erin en zo, dan zorgen we ook gewoon even dat we wat paarden hebben dat die gevuld is. En dan aan de andere kant misschien wel wat kraampjes en misschien een vismarktje of zo, weet ik veel. Gewoon een aantal leuke dingen, dat gaan we doen. Maar dat is niet voor nu, want nu heeft de prioriteit toch echt wel die tolbrug. En ik moet nog steeds de vliegtuigcrash opruimen. Gewoon nog steeds. Laat ik eerst even Martin erbij halen. Even zeggen dat ik dit ga doen. Zou die thuis zijn of zou die in het land bezig zijn? Martin! Daar ben je niet! Martin! Wat heb je gedaan? Daar ben je niet! Wat dom zeg je! Wat er gebeurde er? Wat is er gebeurd? Je van huis! Oh mijn god, ik hoorde een knal ineens. Gaat het? Yeah, mijn Micha wil je. Wat is, waar komt er een explosie hier? Ja, dat krijg je als je de gaslening verkeerd aansluit.
Oh mijn god, wat is dit voor een eeuwenlange verbouwing bij jou thuis? En nou moet ik helemaal opnieuw beginnen, ja. Martin, ik ga beginnen met de tolbrug. Ik zie dat jij je handen vol hebt, dus ik laat je verder maar met rust, oké? Okay? Nou, mijn handen zijn aardig leeg. En mijn woonkamer nu ook. Goh, zeg je, dat ben je nog niet. Martin, ik ga die tolbrug voor je bouwen. En dan kan jij gewoon voortaan je goederen naar de outpost brengen, oké? Okay? Ik ga mijn blokken maar weer verzamelen. Dan gaan we weer. Goh, daar ga je weer. Martin, veel succes, oké? Okay? Je kreeg van mij te horen. Ja, oh, dat komt helemaal God, goed. Wat een boer is dat ook, jongens. Ik kom aanlopen, ik hoor een explosie. Ik denk, wat gebeurt er? Hij heeft nog steeds zijn trekken niet uit het land ook. Laten we even kijken, jongens. Ik ga laten zien wat de planning is. Die Martin, jongen, blaast gewoon even zijn hele eigen ding op. Kijk, jongens, dit is die car waar ik het over had. Twee afleveringen geleden lieten ze me zien dat die gecrashed was. Er liggen daar beneden allemaal spulletjes. Die ezels die hangen hier. Ik denk dat ik die uit hun lijden ga verlossen, helaas. Dus even kijken hoe ik dat ga doen. Zo. Oh, ik had niet verwacht dat die dood zou gaan. Deze gaat waarschijnlijk ook dood. Heel sneu. Maar het is maar eventjes zo, weet je. Dan gaan we die car denk ik even aan de kant zetten. En dan gaan we de brug bouwen. Laten we eerst die car even... Die kar even aan de kant zetten. Zo, de kar is even aan de kant gezet, jongens. En dan nu de planning van de brug. Ik wil gewoon een schuine brug. Dus hij gaat niet recht zijn. Dus hij gaat een beetje... Hoe noem je dat? Random zijn? Heel diagonaal-achtig. En ik wil hem maar een heel klein boogje maken. Hij hoeft niet helemaal plat te zijn. Ik wil een beetje een kleine arc erin hebben. Maar heel subtiel. Dus alleen met slabs, niet met dikke blokken. Dan heeft hij misschien... Ja, heeft hij palen? Ik denk niet dat hij palen gaat krijgen dat het ravijn in loopt. Ik denk dat hij gewoon leuk... Hij gaat versteend zijn overigens. Het gaat geen houten brug zijn. En ik denk ook niet dat er palen gaan zijn die naar beneden lopen. Ik denk dat hij gewoon echt van de ene kant naar de andere kant... En dan krijgt hij een randje aan beide kanten. En dan zien we wel of er palen bij moeten. Wat is er wat blok halen? En nieuw vuurwerk. Dat was ook bijna op. Gelukkig heb ik hier een kleine opslag voor het boerengebied. Wat ik allemaal gebruik. Dan nemen wij sowieso hout ook mee. Dus je weet maar nooit. Dat gaan we nodig hebben. Dan nemen wij wat cobblestone mee. Dan nemen wij wat... Hebben we normaal stone ergens? Oh jee. Stone bricks en stone nemen we mee. Dan nemen we sowieso deze stone cutter ook mee. Kunnen we daar altijd nog anticiperen op andere dingen. Nog wat dirt. Hoppakee. Dan zijn we helemaal ready om hem te gaan bouwen, denk ik. Hoop ik vooral. Oh, met vuurwerk. Ah ja, vuurwerk. Kom maar goed. Ik heb niet zoveel nodig. Oké, okay, is dit in principe is dit al een beetje een mooie vorm? Alleen moet hij natuurlijk niet plat zijn. Dus laten we hem wel even weghalen wat we hier hebben. En gewoon even een nieuwe vorm maken. Eerst de dirt eventjes. Ah! Even toevoegen dat het gewoon mooi doorloopt. Zoals dit. Hoppakee. Kijk, dit is perfect zo. Zoals dit. Hoppakee. Dan maken we dit allemaal even plat. Ik heb alleen geen coarse dirt bij me. Maar dat is niet zo heel erg. Dus met stone brick slabs maken we even het eerste... oh, dit gaat heel vervelend. Wacht even. Zo. Het eerste pad ernaartoe. Zo. Even kijken. Oeh, dit is niet helemaal de bedoeling hoe ik het nu heb gedaan. Wacht even hoor. Dit is niet heel netjes. Het is sowieso donker, dus laten we even slapen. Oké, okay, dit is wel een netjes iets. Het loopt nu mooi op en boven. Heel klein arch zit erin. Of zo'n arch. Ik weet niet hoe je dat in het Nederlands noemt. Zo'n bocheltje gewoon. Maar heel subtiel. Gewoon echt een inimini. Maken we nu even de breedte dat we willen. En later komen de goede blokken erin natuurlijk, jongens. Dat komt allemaal wel. Eerst moet die even de goede breedte worden. Zo, hoppakee. De breedte klopt nu ook gewoon. Dan kan die nog even denken. Misschien dat het gewoon zo wel netjes kan. Zoals dit. Kijk, en dan hier nog even dirt zo. Hoppakee. Ja, kijk, nu is hij perfect, jongens. Dit is mooi. Dit is goed. Misschien dat de arc erin, of de bochel erin, misschien toch nog even ietsje groter kan. Dat hij iets meer bochel heeft dan nu. Kijk, en dan bedoel ik zoals dit. Dus dat hij toch een iets groter bocheltje heeft. Ja, dit is nog mooier. Kijk, dit is perfect, jongens. Nu is het echt gewoon een bruggetje al, weet je. Maar hij moet nog wel mooi worden. Het is nu alleen de vorm. Gaan we beginnen met gewoon simpele palen zoals dit. Dan die kan nog eventjes gras worden. Hoppakee. De andere kant ook gewoon even palen. Hier weer een paal. Hier weer een paal. Gaat natuurlijk wel naar beneden, zoals dit. Hoppakee. Hetzelfde geldt voor hier. Dus dan moeten toch wel palen naar beneden lopen, denk ik. Dus dat doen we dan ook maar eventjes. Oh, ik ben de rommel hier beneden gewoon vergeten op te ruimen. Gewoon letterlijk die rommel hier. Over rommel gesproken. Ik wil dat dit ook eigenlijk gewoon echt een beetje een rommelig bruggetje is, jongens. Omdat het gewoon in het boerengebied is, hoeft hij echt niet netjes te zijn, weet je. Hij mag heus wel lekker rommelig zijn. Ik denk dat dat zelfs ook gewoon heel leuk kan zijn. Als hij echt rommelig is. Dan nu moet de helft van, of zelfs een kwart hiervan, moet even steen worden gemaakt. Hebben we nog? Ja, we hebben nog steen. Kijk. Maken we steen slabs van. Gaan we even heel veel mollen. En dat gaan we gelijk vervangen voor gewoon normaal steen. Zo, kijk. Dit ziet er al veel netter uit. Dan moet er nog een subtiel laagje cobblestone doorheen. Dan moeten we weer de stone cutter voor gebruiken. Want ik heb nog niet cobblestone slabs. En dit moet echt met slabs gedaan worden. Zo. Een heel subtiel laagje cobblestone. Gewoon niet te veel.
maar ook niet te weinig. Kijk, dit is perfect. Weet je, subtiel cobblestone laagje erheen. Zo'n ander zicht al gelijk, dat het niet alleen maar stone bricks is nu. Dan doen we wel van alleen cobblestone doen we even een randje bouwen. Maar dat gaan we met stairs doen, zodat het er van buiten ook gewoon mooi uitziet. Zo. En dan hier doen we ook die ster. Even kijken. Zo. Hier de ster. Of doen we dat? Even kijken. Die is moeilijk. Zo. Dan moeten we natuurlijk wel een randje doen dat mensen er niet af kunnen vallen, jongens. Dat zou zonde zijn als mensen gaan vallen. Oeh, en in plaats van dit kunnen we daar walls op zetten misschien. Oeh, ja. Dat kan wel leuk zijn. Oeh, wacht, ik wil even oppassen. Kijk, dat er gaten in zitten, dat je er ook gewoon tussenuit kan vallen. Dat is misschien wel leuk. En dat bedoel ik dan met rommelig, weet je. Je kan er gewoon tussenuit vallen. Zo, hoppakee, zoals dit. Dan hier ook toevoegen. Oeh, wacht, hier heb ik nog niet allemaal gevuld. Oh, wacht, dit klopt ook allemaal niet. Hier moet ik nog die stairs toevoegen. Hier gaan we een beetje een mix van stairs en slabs doen. Zo, wat wil ik dan? Wil ik het aan laten sluiten, toch stiekem? Of, ja, ik denk dat ik dat toch stiekem die gaten in de muren niet zo mooi vind. Dus dat het dan even zo moet. En dan hier doen we nog een slabje zo, waardoor het aansluit. Maar dan moeten we wel de ruimte behouden. Even kijken, zoals dit kan het hier gewoon. En dan dit met een slabje. Waarom pas ik daar niet tussendoor? Een slapje daar. En een boem. Hoppakee. En dan hier doen we het gewoon zo netjes. Ja, dit kan. Dit is ook prima. Doen we nu heel even wat mooie decoratie aan de onderkant hier, jongens. Dat het er gewoon even netjes uitziet allemaal. Hoort er ook bij, hè? Oké, jongens. Er zit al veel detail in en zo. Maar zoals je ziet. Ja, zoals ik zie. Ik ben het er nog niet mee eens. Vooral met die palen. Die zijn te dun. Te kaal. Het is hem net niet, dus ik denk dat ik de palen even een update aan moet gaan doen. Ik zit alleen even te denken hoe ik dat ga doen en wat ik met die palen ga doen. Want ze zijn te simpel. Ik denk dat ik ze even krom moet maken ook. Die palen moeten ook een beetje krom. En ik heb wel een idee hoe we dat gaan doen. We moeten ze naar binnen laten lopen. Gewoon iets meer naar binnen. Kijk, dat er dan vanaf hier komt er zo een paaltje. Of nou, eentje hoger nog. Vanaf hier dit. Dan slap zo of ster nog een keer. En dan gewoon die blokken hier weer naar beneden laten lopen. En misschien moet er ook een mix van normaal steen in. Want het is nu 1,5 stone brick. Dat is ook niet helemaal, helemaal de bedoeling volgens mij. Even kijken, hoe is dit dan? Nu is hij gewoon helemaal krom die paal. Oeh, dat is misschien al een stukje lijper. Alleen dit hier niet. Dit vind ik niet mooi. Hoe is dit? Of wordt het dan weer te dun? Ja, dat is al mooier. Dit is al mooier. Maar ik denk dat hij gewoon recht moet lopen. Die knik is goed, maar deze knik is niet helemaal tof. Juist, dit is hem, jongens. Zoals hij nu is, dit is hem. Doen we dat ook aan de andere kant natuurlijk. Ja, en deze paal moet eentje verder hierheen. Gewoon eentje op zijn minst. Eigenlijk twee, want dan kan hij al helemaal mooi knikken. Eigenlijk moet hij hier moet hij zijn, zo. Dan kunnen we deze zelfs ook nog eentje hierheen opschuiven. Waardoor het iets weer logisch is, weet je. Dat hier die paal zit, zo. Maak hier gewoon gras van, zo. Hoppakee, ja. Het gaat beter zijn, man. Kijk, hier komt diezelfde knik weer in. Aan de andere kant is hetzelfde probleem. Dan moet het ook eentje worden opgeschoven. Gewoon eentje, heel simpel, zo. Dan kan deze ook eentje meer hierheen. Dan kan die mooie knik hier ook erin. Hoppa. Kijk, dit is al beter. Het enige wat we nu echt nog moeten doen, vind ik, is gewoon wat steen erin toevoegen. Dat het niet 1,5 kop of stone brick is. En dan is hij wel mooi. Gewoon hier en daar een beetje steen toevoegen. Een stertje veranderen. Een blokkie. Nog wat meer blokjes. Dat hoeft niet al te ingewikkeld, hè, jongens. Dan hier tussen nog even gewoon wat stone brick walls. Zodat er ook hier echt hier variatie is, weet je. Anders is er in één keer heel veel cobblestone in de muren. Is ook zo raar. Dan is mijn vuurwerk op. Maar ik heb nog leaves nodig. Dus moeten we even een stukje lopen. Maar dan halen we nog even wat blaadjes erbij. En die hebben wij gelukkig ergens hier liggen. Ja. We hebben nog steeds geen vuurwerk. Want hier is geen energy chest. Dus moeten we gewoon even teruglopen. Geen probleem. Doe even wat mooie blaadjes erbij. Gewoon dat het even wat meer sier heeft, weet je. Doen we hier even mooi zo met een bloemetje erop. Hoppakee. Leggen we even wat haybills neer. Vooral hier. Ik denk dat het wel leuk is dat je dan door hebt. Oké, ik ben in het boerengebied. Er zijn overal hooibalen hier. In de vloer een beetje erbij. Zo. Wat barrels hier zo leuk. Oh, wat barrels erop is ook leuk. Gewoon hier een barrel en bijvoorbeeld hier ook een barrel met één aansluitend zo. Oh, er is wel heel veel aan één kant. Dat is niet de bedoeling. Eén barrel is misschien wel genoeg. En dan één hooibaaltje hier. Of twee misschien, dat het ook in de vloer zo zit. Zo. Wat buttons gooien we erop, zodat het een beetje straat... Alsof het kijkjes zijn, weet je. Hoppakee. En alleen nog verlichting, maar ik heb dat helaas niet meer, jongens. Dat moet ik even... Ik moet even wat nieuwe diamonds hebben, want dan kan ik dat gewoon kopen. Maar kijk hoe gezellig dit eruit ziet als je er nu gewoon zo over... Oh, ik moet niet vliegen. Als je er zo overheen loopt. Oh, hier moet ook nog core dirt. En daar aan de overkant ook een beetje. En vanaf de zijkant ziet hij er ook prima uit, jongens. Het is gewoon echt een rommelig bruggetje. En dat past perfect bij het rommelige gebied hier. Maar kijk dit. Dit ziet er toch leuk uit. Gewoon een 1,5 steen bruggetje dit. Dit is perfect, jongens. Ik ben er heel blij mee. Andere kant ziet er ook goed uit. Laten we er nog heel even wat core dirt snel halen. En dan is het mooi geweest. Dan zou je zeggen, er moet ook nog een tol poort komen. En een tol huisje dat ze geld kunnen innen. Maar dat mogen ze lekker zelf doen, die boeren.
Dat is niet mijn probleem. Zij willen graag geld vragen als je naar de andere kant wil, weet je. Dus dat mogen ze zelf regelen. Ga ik niet voor ze doen. Heb ik core sturt? Dat weet ik niet eens. Of ik, als ik echt gravel... Oh, als ik gravel heb, kan het zeggen. Dat komt wel goed. Dan kan ik het maken. Zo. Hier onderweg naartoe mis trouwens nog gewoon even wat dark oak leaves. Die missen. Zo doen we hier en daar in het pad ook even een leafje toevoegen. Gewoon dat er wat blaadjes op het pad liggen, weet je. Die zijn hier verspreid. Gewoon opgewaaid vanuit de bomen. Zo, dan gaan we nu core sturt toevoegen. Dan matcht het al helemaal mooi. Zo, aan de andere kant ook. Oeh, dan heb ik nog één klein ideetje. Het is heel subtiel. Ik heb de blokken al bij me. Of blokken. Ik heb letterlijk één blokje ervoor nodig. Kijk, wat nou als we hier in het midden ergens, hier bijvoorbeeld, hier, ook gewoon een leaf. Oh, ja, een leaf hier in het midden. Dat is zo goed. En dan misschien hier ook een. Zo. Hoppakee, dit is perfect, jongens. Dit voegt zoveel... Oh, dit is dezelfde lijn. Dat kan niet. Kijk maar. Hier dan. Zo. Ja, dit is perfect, jongens. Dit voegt zoveel toe. Hier ben ik heel blij mee. Maar goed, jongens. We gaan voor nu de video afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. We hebben de burgemeester ontmoet. We hebben de tolbrug afgebouwd. Dan ga ik volgende keer in de volgende aflevering loop ik wel even naar het muurtje toe. En dan vink ik hem als af. Dat ben ik nu vergeten. Maar ik heb geen vuurwerk meer. En ik heb echt geen zin om nu die kant op te lopen. Dus dat is een probleem voor de toekomst, Max. En niet voor het heden, Max. Dankjewel voor het kijken. Vergeet zeker even niet te liken en te abonneren. We gaan voor 4000 likes. Dus heb je nog niet gelijk, doe het nou even. Het is helemaal gratis. En net zoals abonneren. Ben je nou nog niet geabonneerd? Kom op, jongens. Dat is echt schande. Het is gratis. En dan nu... Kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige content 2-deel. Hier had ik een taakstraf. Moest ik een taakstraf uitvoeren. En ik moet er nog een paar doen. Maar dit was echt een hele vervelende taakstraf. Dus heb je het nog niet gezien? Kijk hem even. En nu spreek ik later. Glaasje water, telt 4, flesje bier. Tot de volgende keer. Yeah!